Goedemorgen, lieve mensen. En welkom bij week 134 alweer. Is Peter er dan niet bij? Jazeker. Peter is er ook bij. En overigens, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Endless on Wheels. En ik zal mijn camera even omdraaien, want waar zijn we nu? Ach Peter, oh nee. Nee, dat doen we niet. Hoi. Hoi. Hoe is het? Ik zit even lekker. Jij zit even lekker. Ja, wat hebben we allemaal gedaan deze week? Weinig. We zijn thuis gekomen. Gegeten, gedronken. Ja, vooral toen gelachen. We hier... Ja, we zijn een paar dagen met thuis geweest. En toen kwamen we hier terecht. Waar hier zijn we? Het is een schitterende... Camperplaats. Kruisland. Ja. Noord-Brabant is het, meisje. Ja, camperplaats. Achtertuin. Ja. Achtertuin. Het is echt een achtertuin bij de mensen. Ja. De reunie van de Broekengroep. Ja, daar zitten ze. Nou, we hebben hier een aantal. De harde kern. De buggyrijder, René, Helma, Lida, Lampie, Margreet daarachter. En daar staan er nog een paar. We gaan straks ook even praten met Ralf, die deze camperplaats tijdelijk beheert. Ja, we hadden natuurlijk beloofd dat wij deze week een special hebben over de Pelion. Een van de allermooiste regio's van Griekenland. Dus die beelden gaan jullie zien. Uiteraard komen we over een aantal weken, of volgende week, ik weet nog niet hoe het loopt met de montage. Beelden van deze heerlijke reunie met deze fantastische groep mensen. Het is echt van de ene groep leuke mensen naar deze groep leuke mensen. Dus we boffen maar. Ik draai hem nog even om, want daar staan we. Kijk, daar vinden we ook... de nieuwe campingbeheerder. En daar gaan we uiteraard nog meer uitgebreid mee kletsen. Dag Ralf. Hallo. Ja, ik zie je nog staan daar in Achila. Ja, hè? En nu hier. En nu ben je campingbeheerder. Nou, ja, ik help hier alleen maar uit. En daar is Marokko mij niet bellen. Oh, we gaan nog veel meer van jullie filmen en laten zien. Maar voor nu zeg ik, ga lekker genieten van, zoals deze mensen, van deze video. En we komen met deze beelden uiteraard nog meer uitgebreid bij jullie terug. Oké. Okay. Op de Pelion is onze vaste plek Camping Sikia. En als het even kan, plekje P4. Nou zijn eigenlijk alle plekken wel heel erg mooi en ruim, maar voor ons heeft dit plekje gewoon iets. We hebben voor een paar dagen een auto gehuurd. Hoewel je redelijk op de Pelion met je camper kunt rijden, kom je er toch niet gemakkelijk op die hele mooie strandjes die aan de andere kant liggen. Maar eerst gaan we vandaag richting Trikeri, het verste punt op de Pelion. We laten jullie een paar prachtige stranden zien, maar we doorkruisen ook een aantal schilderachtige dorpjes die je meenemen naar een ander tijdperk. We vinden het hier zo heerlijk vanwege de traditionele architectuur, geplaveide straatjes, gezellige pleintjes en de dorpjes ademen echt die authentieke Griekse sfeer uit. Dikke zucht van tevredenheid. Ja. We hebben een autootje gehuurd. Omdat de Pelion, het is wel te doen om over de, zeg maar, de hoofdweg met je camper te rijden. Maar de echte mooie strandjes, die vind je natuurlijk pas als je gewoon wat afbuigt naar, met de kleine weggetjes. En daarvoor hebben we een autootje gehuurd bij... deze firma.
Niet gesponsord overigens, maar zo aardige dame en zo vriendelijk. Nou, wat kost dat nou? Deze Citroën C nog wat. Ik kijk even voor jullie. Wat is het? Oh, een C Elise. Kost dan €50 per dag. Nou, en daarmee vind je dan dit soort idyllische stranden. Dus ik zet hem nog even om. Let op. Erg druk vandaag. Kijk. Nou, beter wordt het niet. Oud visjesbootje. Een paar Griekse mensen. Een beetje beledigde hond. Want ja, dat hebben we al eens eerder verteld. Als er oudere Grieken zwemmen, dan kan je beter gewoon je hond aan de kant houden. En een kantina met een frappeetje. Nou, ik zet de naam van dit strandje hieronder. Deze vriendelijke man gaat een frappeetje voor je maken. Calimera, calimera. Ik aan het, hè? Calcala. Poli, paralia. Orea, paralila. Paralia, echt, hè? Orea. Alla, dan heb je kosmos, Simora. Nee, Kiriaké, hè? Nou, hij zegt, gisteren was het heel erg druk hier. Vandaag niet? Vandaag niet druk. En, we hebben wel vergeten, twee stoelen. Twee stoelen? Nou, er liggen twee stoelen achter. Misschien kun je die overnemen van hem. Mooi, hè, jongens. Ik ben ze morgen weer terug. Nou, ik zet de naam van het strandje hieronder. Ja. Wat is de naam van de bit? Ayatimia. Nou, we mogen ook nog even zijn strandstoeltjes lenen. Zo, mooi hè? Gaat het? Ja, gaat goed. Wat druk, man. Net als we Pao Beach willen verlaten, zien we deze dame liggen. We hebben altijd hondenvoer bij ons, dus we laten even wat voor haar achter. Kom eens. Hoekie. Kom maar. Thank you.
Ook de tweede dag gaan we lekker toeren langs verschillende stranden. We hadden de auto overigens twee dagen met een aantal dagen ertussen gehuurd. De verhuurder is daar enorm flexibel in en dat maakt onze vakantie heerlijk afwisselend met genietdagen op Camping Sikya. Als we eenmaal aan de andere kant zijn van de Pelion, zien we hoe de verwoestende stormen van vorig jaar hebben huis gehouden. Dit huis is wonder boven wonder overeind gebleven. Maar eigenlijk zijn het nog maar hele kleine stukjes waar nu hard gewerkt wordt om de wegen te repareren. En aan het eind van zo'n rit vind je dit prachtige strand. Camper hier beneden staan. En dit is het uitzicht. Hoeveel campers kunnen hier staan, Peet? De weg. Nou ja, er is wel een weg. Wij zijn er ook gekomen. Zoiets ziet, jongens, dan begin je toch echt met dromen. Het zou echt wel van iemand zijn. Goh, dat zou het toch zijn, hè? Dat uitzicht is echt fenomenaal. Het meisje mag blijven dromen, hè? Oh. Aan deze kant van de Pelion liggen de mooiste strandjes vlak bij elkaar. Soms moet je weer even terug omhoog rijden naar de doorgaande weg om vervolgens weer de afslag naar beneden te nemen. Thank you.
Kalamaki Beach, jongens. Harry en de krekels, die zingen weer lekker mee. Ja, redelijk goed bereiken, dit strandje. Anders dan Amos Beach, waar we net waren. Heerlijk, het is super rustig. Het is op maandag vandaag. Maar gewoon een prachtig mooi strandje, wat goed bereiken is met de auto. En als je hier naartoe gaat, dan moet je zeker je snorkelset niet vergeten. Want hier beneden wordt alleen maar gesnorkeld. Nou, wij gaan ook even een duikje nemen. Loop lekker met ons mee naar vierde trap naar beneden. Er is geen taverna, geen kantine of zoiets. Dus alles zelf meenemen. Water en iets te knabbelen. Dus, later! Zij je pek? Wel heel mooi. Het is wel heel mooi, zeg ik. Heb je lekker gegeten? Ja, maar het was goed. Was goed, hè? Met kleine garnaaltjes. Kleine garnaaltjes. Dit is het restaurant. Is Angelica goed. Heet het. Angelica. Ja. Ik denk dat je hier niet op een zondagmiddag, als het warm weer is, zomaar aan moet komen. Dan moet je reserveren. Maar wij zijn hier op maandag in, hoeveel is het vandaag? 8 juli. Rustdag voor de Frans. Oké. En valt het allemaal wel mee? Ja, blijft natuurlijk een druk bezacht strand. Maar wel heel mooi. We trekken er weer een dag op uit en dan dit keer naar een meer noordelijk gelegen strand, Gorefto Beach. Alleen al de rit naartoe is prachtig. Je zult op de Pillion zien dat de meeste huizen veelal op traditionele wijze gebouwd zijn. Inmiddels dienen nieuw te bouwen huizen zich aan strenge regels te houden, zodat ook de nieuwbouw matcht met de traditionele huizen. We hoorden al van Griekse vrienden dat dit strand geweldig is en we kunnen dan ook hen geen ongelijk geven. We zijn er maar meteen de hele dag gebleven. Hoi, nou een rondje Pillion gaan. Ja, het is wel leuk hoor. Het is een van de allermooiste stranden waar we vandaag waren, hierachter. Noem hem even zo. En ik laat het ook even aan de kaart zien. De kaart. Zo. We zijn dus vandaag zo bij Agria naar boven gereden. Zo. En dit is dus Gorefto Beach. Gorefto. Paralia Gorefto. Zoom even in, daar. Heel mooi. Ja, echt. En daarachter zijn ook nog een paar strandjes, maar je ziet ze daar wel. Maar we weten eigenlijk niet zo goed hoe we daar moeten komen. Ik stond vast met de auto. Dus we hebben wel een poging gedaan, maar... Met op het terras.
Je stond in één keer bij iemand voor de deur. Iemand voor de deur. Ik zeg, wat ben ik? Ja. Ja. Nee. Ochi. Ochi. Denk aan niet. Het gaat niet. Maar goed, we zijn omgedraaid en dan gaan we via deze weg weer terugrijden. Ja. Het is, duurt zeker anderhalf uur van de camping om hier naartoe te rijden. Maar dan kom je echt wel op een van de allermooiste Griekse stranden die, komt, waar wij zijn geweest. Een mooie route is het. Het is een prachtige route. Nou, sowieso is de Pelion. Dat zal geen geheim zijn inmiddels. Wij zijn fan, hè? Ja, het is echt mooi. Kijk, de Peloponnese is ook prachtig hoor. Chalkidiki is prachtig. Lefkada. En wat jullie nog nooit hebben laten zien is Kefalonia met Ithaca. Ook geweldig. Of Evia, toen vlochten we nog niet. Ook allemaal hele mooie gebieden. Ja, en we hopen dat... Ik wil jou dat laten zien, hè? Nou ja, we willen dat uiteraard nog een keer doen. En misschien... Maar dit wilden we jullie echt vertellen, want de Pelion verdient het. En ze zijn natuurlijk vorig jaar bijzonder hard getroffen door twee stormen. Nou, daar hebben we ook beelden van laten zien inmiddels. Hoe hard dat is. Ik heb even Hoe groot is de steen naar beneden gaan. Ja. En daar maken ze zich heel erg zorgen over. Want we zien wel dat het een stuk minder druk is op de Pelion. Ja, het is heel rustig. We hebben nu half juli en de stranden zijn niet leeg. Dat kan ik niet zeggen. Maar toch wel minder dan andere jaren. En we willen jullie echt op het hart drukken. Het is gewoon heel goed te doen. Ja. Je zou aan deze kant nooit met je camper kunnen komen. Tenminste, iedereen die zo... Als je camper kwijt wil wel. Ja, kijk, als je er een van 5,5 meter of 6 meter hebt, dan zou ik zeggen, nou probeer het. Maar langer, ja, dat is gewoon lastig. Dat is 20% omhoog en meer. Weet je, en je bent het net zo makkelijk met een huurauto. Het kost je €50 per dag. Ja, en dan krijg je een goede auto mee met een sterke motor, met een diesel. Ja, en dan rij je zo overal naar boven. Ook over de onverharde wegen. Ook dat, ja. Ja, precies. Gisteren heel spannend. Ja, gisteren was het wel heel spannend. Maar dan hou je ook wel een beetje. Ja, ik vind het wel leuk. Ik vond het wel leuk. Wat weer is wat. Ja, ik blijf het zeggen. Vergeten te filmen heb je het. Vanwege de spanning. Ik vond het doodeng. Alleen met de brullen. Ja, maar dat is heel herkenbaar, meisjes. Anyways. Nou, we hebben ook even gekeken naar de andere campings die op de Pelion zijn. Nou, daar kunnen we heel kort over zijn. Er is er niet één die het haalt bij Sikia of bij Hellas, die bij de buren ook prima. Maar onze voorkeur gaat natuurlijk sterk uit naar Sikia. Sta je net even wat mooier. Ja, we zijn er wel, maar... Naar Castri is prima, maar ook daar moet je niet met een lange camper naar beneden willen rijden. Nee, zeker niet nu, de weg is nog niet verhard. Er komt even een autootje langs. Momentje. welke was nou ook de Louise? Die is dicht. Die stond zelfs te koop. Nee, hier beneden is een camping voor caravans. Ik denk één keer naar beneden en dan wil je echt nooit meer naar beneden op. Hij komt nooit meer omhoog. Maar goed, nee, wij gaan weer verder. We gaan verder. We gaan een uurtje rijden terug naar de camping. Ja. Kom op, we gaan. Echt genoten. Later. Doei. Wat een leuk huisje, Peet. Heel mooi huisje. Zullen we even in de tuin kijken? Kom, gaan we even in de tuin kijken. Ja, in de tuin kijken. Heb je een beetje betaald. Wil je nog druiven hebben? Nee, dat is nog druiven. Nou, kijk eens wat hier hangt. Ja, weet je, maar jij neemt niet goed, joh. Wat een leuk plekje zo. Beetje snoeien, hè? Je hebt een mooi uitzicht. Het is wel bijzonder, hè? Het staat hier gewoon allemaal. Alsof er niemand woont. Oh, er zit wel een airco. En een lekker druifje. Ik pak er een. Ik kan bij het vegen.
dag van vertrek is aangebroken. Nou, Peter is daar in de verte al lekker aan het inpakken. Maar ook de buurman is aan het inpakken. En we gaan aan hem even vragen wat hij van Camping Sikia vindt. Want jullie weten al lang wat wij ervan vinden. Goedemorgen. 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 Ik ben Jos. We komen hier al nu alweer 10 jaar op de rij. En we vinden dit een fantastische camping. Ja. En ik zou zeggen, ik kom ook zelf eens te kijken. En, want dit is minstens 5 campervaart. Oh, echt? Ja. En jullie, maar jullie zijn met, je mag wel 5 caravannetjes zeggen. Want jullie zijn met de caravan. Hij is 5 caravan waar. Jullie hebben deze caravan ook een fantastische plek. Ik zal proberen niet het nummerbord in beeld te brengen. Maar jullie zijn met de boot gekomen. Met de boot, ja. En hoe met de Anek? Heenweg, geen vertraging. Nee. En terug is het er nu uitziet ook geen vertraging. Oh. Dus dat zou top zijn. Ja, want die verhalen gaan een beetje in de ronde, maar dat valt dus heel erg mee. Nou ja, onze buren zijn 2 dagen eerder vertrokken. Die hadden best wel een vertraging, 1 uur of 5. Ja. En ja, dat valt dan tegen. Ja. Ja, dat, maar we zitten nu een beetje langer Griekenland, is ook niet erg. Ja, als je in de haven hangt, is niet alles. Maar ja. Op het algemeen gaan, onze ervaring is op het algemeen gaan ze redelijk op tijd. Ja, want slapen jullie in een hut? Nee, we hebben camper aan boord, slapen in onze eigen caravan. In jullie eigen caravan? Ja, oh, kijk aan. Fijn. Ja. Lekker in je eigen bed. Oh, ik dacht dat het alleen voor campers was, maar ook voor caravan. Nee, dat is nou, kijk aan. Alleen geen tenten. Nee. En is het meest betaalbaar? Nou, wordt steeds duurder. Over land wordt denk ik interessanter. Interessanter. Ja, oké. Okay. Ja. En hoe lang hebben jullie hier gestaan? 3,5 week. 3,5 week. Ja. En lekker met de eigen auto met over eigen. Het eiland heen. Precies. Makkelijk over de bergen heen trekken. Aan de andere kant. Snelstraatjes. Ja. Geen enkel probleem. Ja. Dus caravanners. Dan die vragen krijgen we heel veel. Van hoe is het met de caravan naar Griekenland? Nou, ik zie hier ook een Hollandse caravan staan. En volgens mij staat er daar staat een Nederlandse tent. Daar hebben we ook gisteren nog even mee staan. En hier, ik ga nog even jullie uitzicht filmen. Oh, jullie zijn ook aan het inpakken. Ik vond jullie lampjes trouwens zo leuk. Van de Hartiger. Van de? Hartiger in Holland. Maar de Action verkoopt ze ook. De Action. Action. De Acetion. Ja. Oh, geweldig. Ja. Die stonden op het hek hier. Helemaal gezellig. Kijk eens jongens. Waar je ook in dit laantje staat, je hebt gewoon een geweldig uitzicht. Nou, je hoorde het van buurman Jos. 5 campertjes of 5 caravannetjes. Dankjewel, buurman. Geen dank. En een hele goede terugreis. Tot ziens in Griekenland. Tot ziens. Ja, we gaan elkaar vast al een keer hier zien. Dankjewel. Hoi. Zo jongens, nou, we hopen dat jullie van deze video genoten hebben. Hoop ik wel. Ja, en ja, natuurlijk, we blijven het zeggen, Camping Sikia op de Pilion. Ongeveer 300 kilometer vanaf de grens. We hebben Zoni naar beneden. Goeie. Ja, als je zegt van ik kom met de caravan, ik wil wat langer blijven, dan is dat echt een hele mooie camping. En ook kan je natuurlijk met je eigen auto het prachtig mooie eiland, schiereiland, ontdekken. Maar ook als je zegt van ik wil overwinteren, deze camping is de hele winter open. Het toiletgebouw is verwarmd en dus prima. Maar goed, voor deze week bedankt voor het kijken. We komen binnenkort nog met veel meer beelden van de reunie van deze wilde reunie van de Marokko groep. En we zijn natuurlijk nog steeds hard aan het werk, tenminste daar gaan we nu echt mee beginnen, om de komende reizen naar Marokko te gaan voorbereiden. En daar hebben we ook ongelooflijk veel zin in, om met die mensen weer het prachtige Marokko te gaan ontdekken. Dus, nou, vond je deze video leuk? Duim op. Een duimpje. En ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan nog even. Oh ja, en we hadden natuurlijk ook nog deze week, zijn we helemaal aan voorbij gegaan. Dat interview in de Telegraaf. Ongelooflijk bedankt allemaal voor die leuke reacties. Ook privéberichtjes die we mochten ontvangen van jullie. Ja, ik vond het echt heel leuk hoe jullie daarop gereageerd hebben. Het is nu gewoon ons eerlijke verhaal. Ja. Was ook een leuke journaliste. Maar we blijven gewoon super bedankt. En we blijven hopelijk gewoon lekker voor jullie deze video's maken. Ja. En op onze eigen manier. En we hopen dat jullie dat leuk vinden. Dus bij deze, heel goed weekend. En opruimen. En tot volgende week. Doei. Doeg.